alleen zin in. We hebben er verschrikkelijk veel zin in. Hebben... Hans Kraaij junior is een van de juryleden van Fox Sports die de mooiste doelpunten beoordeelt. En de club die uiteindelijk het mooiste doelpunt heeft, krijgt van Fox Sports een voetbalkliniek cadeau. Wat vind je ervan dat jij dit eigenlijk allemaal voor elkaar hebt gekregen? Ja, ik ben er ook heel trots op, maar ook gewoon mijn team wil ik bedanken. Want ja, die hebben mij wel gesteund, zeg maar. En ik had nooit verwacht dat het zo ver zou komen dat we ook met Hans Kraaij hier mogen zijn en zo. Maar hoe zag dat doelpunt er ook alweer uit? We gaan even terug naar vorig jaar. Dit is een van de 5 beste doelpunten van dit jaar volgens de KNVB. Het doelpunt is gemaakt door Jip en hij traint bij RCL. Wij gingen even langs om te vragen hoe het nou precies ging. Ik vond het een heel mooi doelpunt en ik was heel blij dat ik hem had gemaakt. Want daardoor wonnen wij de wedstrijd. Het doelpunt van Jip was echt met voorsprong de mooiste goal die we de afgelopen weken hebben ingestuurd gekregen. Ik dacht eerst dat de hele wedstrijd erop stond, want het was het hele, de aanvalsopbouw zat erbij. Een kap, een draai en eventjes kijken of de keeper voor zijn goal stond. En een prachtige lob. Dus wij waren bijna unaniem over eens dat we naar RCL zouden komen op basis van Jip. Hoe kijk je daarop terug op dat doelpunt? Het heeft wel veel veroorzaakt, hè? Ja, heel veel. Maar het is ook vooral leuk dat het allemaal heeft mogen gebeuren, zeg maar, alles wat ik heb meegemaakt na het doelpunt. Dus... Wat zijn je ambities nu? Wat wil je nou met voetbal nog allemaal? Nou, ik wil profvoetballer heel graag worden. En ja, gewoon bij Ajax natuurlijk, lievelingsclub uit Nederland. En naar het buitenland in Barcelona zijn wel goede voetbalclubs en mooie clubs. En wat ga je nu allemaal doen? Zo lekker eerst naar de kleintjes kijken en daarna zelf lekker de kliniek gaan volgen, zeg maar. Heb je zin in? Heel erg veel. Okay, en veel plezier, hè? Bedankt.